Dit is Papa Alpha Nul Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1408 met een uitzending, tel ik wel goed, volgens mij wel, 1408 met een uitzending voor vandaag 13 september 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Ja, dit is al de tweede uitzending van vandaag. Vanochtend was er ook een nieuwe uitzending omdat die van gisteravond niet doorging. Die uitzending kun je zoals alle uitzendingen van de laatste tijd ook terug horen op www.youtube.com/panelete. Data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. CNN bericht over de inzet van zendamateurs bij de orkaan Florence die momenteel de VS teistert. Zo bericht southgateARC.org. De ERRL heeft meerdere kits samengesteld met apparatuur om bij dit soort rampen... om bij de bestrijding van dit soort rampen te gebruiken. En daarvan zijn er 7 naar South Carolina gestuurd. Dezelfde kits werden vorig jaar ook al in Puerto Rico gebruikt, toen de orkaan Maria daar onder andere de stroomvoorziening onklaar maakte. Korte golfcommunicatie was daar essentieel op dat moment. Nog meer nieuws over de orkaan Florence, want AMSAT gaat proberen met de camera in AMSAT Oscar 92 om van bovenaf beelden te maken van de orkaan. Om de beelden te decoderen is speciale software nodig, Foxtelem genaamd, die voor zowel Linux, Windows als Mac van de site van AMSAT US kunnen worden gehaald. Frequenties uit mijn hoofd gezegd 145.88, maar dat moet je even opzoeken. Ja, ik ben nog steeds niet best bestemd zoals waarschijnlijk te horen is. Het kost vooral moeite om geluid te maken. De Engelse SXDX-groep is wereldwijd de eerste die een verbinding heeft weten te maken via Moonbounce met gebruik van alleen maar een dipool als antenne. De band waar dit gebeurde was 70 centimeter en er moet bij verteld worden dat de bescheiden opstelling aan de Engelse kant gecompenseerd werd door het Duitse tegenstation DL7APV. Dat station werkte met 128 maal een 11 elements Yagi voor 70 centimeter. Ja, en dan de modulatiesoort DRM, niet te verwarren met DMR, die in eerste aanleg nergens geaccepteerd leek te worden. DRM is echter aan een hernieuwde opmars begonnen. Werd de modulatiesoort de afgelopen jaren in steeds grotere mate in India toegepast. In de Russische Federatie is men nu van plan om in 2 daar gebruikte FM-omroepbanden van 56,9 tot 74 of van 87,5 tot 108 de nieuwe norm DRM Plus te gaan gebruiken. Dat is een verbeterde variant. Nou, ik ben lekker aan het stotteren vandaag. Op de website southgateARC.org staat er een artikel hierover, waarin gevreesd wordt voor de storing die dat zou kunnen geven op de 70 MHz amateurband, zeker als er sporadisch E is. Ik zie dat zelf echter niet zo. Momenteel zitten daar ook stations in Rusland die gebruiken in plaats van DRM Plus echter nu FM. Ja, ik wil tenslotte nog even reageren op een gerucht dat afgelopen weken circuleerde, als zou de Daily Minutes knip- en plakwerk gebruiken om de nieuwsberichten te maken. Ik kan hierop maar één ding verklaren. Het is waar. Als ik dat namelijk niet zou doen, dan zou ik de nieuwsberichten moeten verzinnen. De taak van een journalist is zoek uit wat is het meest relevante nieuws en ga daarop researchen. Het mooie van een land zoals dat van ons is dat je dat in totale vrijheid kunt doen. Niemand bemoeit zich ermee en iedere individuele journalist die maakt daarbij zijn eigen keuze. Als het goed is, gebruik je zoveel mogelijk meerdere bronnen voor een verhaal. De inhoud van al die verhalen weeg je en beoordeel je aan de hand van de achtergrondkennis die je al hebt en daar baseer je je uiteindelijke tekst dan op. Wil je dat knippen en plakken noemen? Maar dat is helemaal oké. In grote lijnen komt het daar ook op neer. Maar het is wel nodig, want anders zou er pas echt sprake zijn van fake news. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.